Ja, je hebt hem. Kijk, dan kunnen we hier licht aandoen. Oh, daar. Ah, ja. Kijk eens, mooi zeg. Ja. Maar dus, er komen hier ook dus violisten. Er zijn dus 8 violisten die iets in willen studeren van het concertgebouw. Die komen hier instuderen. Dus dat zegt iets over de kwaliteit van... Ja, ja, dat is wel mooi, hè. Kunst on Tour. Waar zijn we nu weer beland? We zijn in Laren. We staan in de theaterzaal van het Rozen Spierhuis. Rozen Spierhuis, Ama Kaag, Marten Cederwaal, Arti, 175 jaar. Wat heeft het allemaal met elkaar te maken? Dat gaan we jullie nu uitleggen. De kleur bedoelt u? Ja. Oké. Ja, ik vind het een goede kleur, hoor. Ja. En met het gehoorapparaat is het Goldilocks natuurlijk. Zo, mag ik u verzoeken? Kijk, de huid wordt schlappig, hè? Nu is het scherp. Ja, niks meer zeggen? Nee. Kijk, een beetje streng in de camera kijken. Okay. Hou vast, niet bewegen. Houd hem vast. En heel erg in die camera kijken. Ja, dat hebben we. Ik kan overal slapen, dus als je zegt, ga daar maar even liggen, dan slaap ik meteen. Geweldig, komt u hoor. Hou vast. In die camera, ja. Kijk, want ik denk dat het heel mooi is met het sieraad. Ja, dat had het natuurlijk weer niet van voren. Ja. Tenminste, veel minder. Ja. Zo, ja. Nou. Je ziet het dan wel, maar je ziet het minder. Ja, dat zie ik. Dit was het. Nu mag jij, Marten. Nu mag u, ik zal een nieuwe koffie maken. Kijk. Ja, ik hou ook echt wel een beetje van diagonaal, hè. Ja, die kant uit kijken is ook wel mooi. We staan hier in het Rozen Spierhuis. Ja. Met Ama Kaag. Een van de weinig actieve dames op deze leeftijd. Inderdaad. Mag ik dat zo zeggen? Ja, dat zeg je helemaal goed. En wij willen natuurlijk even een en ander van de hoed en de rand willen we weten. Ja. Maar er is een reden dat ik hier ben. Wij zijn gevraagd voor Arti 175-jarig bestaan. Komt er een magazine verschijnt. En hebben ze bedacht dat ze het een goed idee vonden, en wij ook, om elkander te fotograferen in elkaars habitat. Ja. En dan krijgen we allebei een pagina. Een pagina. Wat zien we hier allemaal? Ja, dus je ziet hier, ik zal het eerst even vertellen. Ik heb toen ik mijn allereerste tentoonstelling had en iedereen zei, dat moet je eigenlijk laten zien, dat werk van jou. Toen dacht ik, oh jee, dan word ik afgekraakt. Ik moet daar eerst tegen kunnen als ik helemaal afgekraakt. Het tegendeel was het geval. Ik werd helemaal ingeprezen. En toen dacht ik, dan ga ik nu een werk van Charlotte van Palland kopen. En ik heb een tekening, die hangt ook in mijn kamer daar, een zittende vrouw. En toen heb ik haar met grote letters geschreven waarom ik nou juist iets van haar wou. En met kerende post, ze ging ervan uit dat ik beeldhouwer was, ik werd beter uitgenodigd. Charlotte dus, die belde iedere keer op, Ama, wanneer kom je weer? En ze is bijna 100 geworden, 95 en een paar maanden. En de laatste jaren zei ik altijd, morgen. Ik dacht, ja. Hè? Zodra ze belden. Ja, dan ging ik meteen morgen. Wat zien we voor de rest hier trouwens? Ook nog meer van uw werk? Of van ja, andere? Dus dit dus. Ja. Die tweeluik. Ja. En dat heet kracht. Kracht. En dat is dus ook, dus ik zie iets terwijl ik niet weet wat ik eigenlijk zie. Ja. Dat is heel apart. Dus ik loop door een bos, het was bij Amersfoort. En dan zie ik dat. Ja, nou, ja. Dus ik maak die foto. En wat ik ook altijd wil, is dat het verder weg nog iets te zien is. Zie je hier af en daar is iets en dat weet je niet wat dat is.
Nou, dan zet ik eigenlijk een paar stappen deze kant uit. Het is dus zo groot, zeg maar, die bomen. Ja. En dan denk ik, nou, dat vind ik eigenlijk ook wel mooi. En ik maak die foto. En dan loop ik nog verder terug. Die kun je dus niet zien hier. Ik heb er uiteindelijk een tweeluik van gemaakt. Maar dan van verre. En die pas blijkt helemaal hier aan te passen. Want die is van verre afgenomen. Okay. En dan is het heel grappig dat dat dus ook kleiner is en die past eraan. Mogen we uw atelier zien? Ja, nou gaan we het atelier zien. Nou, dan kom, kijk, bij het atelier is het dus zo, dat er zijn 14 ateliers in het Roze Spierhuis. Ja. Allemaal deze maat. En dus dat hoge raam ook op het noorden. En hoeveel kunstenaars... Nou, dus kijk maar, de meeste werken niet meer. Ze hebben dus allemaal dat hele grote raam, dus, wat dus ook nog 5 meter hoog is. Dat is fantastisch. Nou ja, dat is echt heel, heel geweldig. Ik kan er niet over uit eigenlijk. Ja. En meestal zit er alleen een waterbak eigenlijk, maar degene die voor mij was, een schilder van die heeft daar zelfs een soort keukentje gemaakt. Okay. Dus dat heb ik nu. Ik kwam uit een pied-à-terre in Lochem en een flat in Amsterdam. Ik zie dat u behalve hoeden ook kunst verzamelt. Ja, behalve dan van uzelf. Ook kunst. Ik zie daar een Armando. Ja, Armando. Kijk, daar zie je Armando aan het werk. Ja. Dus die heb ik zelf gemaakt. Anton Corbijn, daar is je helemaal weg van ook. Die staat ook in het boekje. Hè? En deze van Corbijn, die heb ik, nou ja, het is nu net een jaar geleden, denk ik, het presentatie van zijn boek. Maar goed, in ieder geval, ik kwam eraan. Oh, Arme, oh, ze vinden het zo geweldig, vindt Anton, dat jij er direct aankomt. Hij ziet er naar uit. Nou, toen ging ik dus even vragen waar of hij zou signeren. Oh, dan zetten we even een stoel neer. Maar dat binnenkomen, dat was een stuk verder. En ik kan maar op 3 meter mensen herkennen. Hè? Dus dat ene oog doet het niet en die andere ook niet zo geweldig. Dus jullie moeten mij waarschuwen. En dan gebeurt er eigenlijk iets prachtigs. Dus ik zeg, waarschuw me. Anton, kom binnen. Ik zeg, opzij, Anton, wacht op mij. En ik ga stappen daarheen. Nou ja, we hebben elkaar omhelst en dan komt er dus 2e aan. Toen heb ik die foto meteen gemaakt. Ja. Om de 2 maanden was ik wel in Berlijn. Soms ook veel meer, want ik was bevriend met Stefan IJzerman. Ja, prachtig. Ja, dat is zo ontzettend mooi. Ik heb van hem meerdere werken, maar dit is zijn allerlaatste werk. Oh, hier heb je hem ook. Hier, dit is Ik wil niet dramatiseren, Stefan IJzerman. Het is de eerste foto die ik van hem gemaakt heb ook. Nou ja, dat is voor mij altijd weer heel erg emotioneel eigenlijk. De familie heeft mij gevraagd om een tentoonstelling te maken in Nederland. Van mijn foto's die ik in die tijd allemaal gemaakt heb. En zijn schilderwerk. Ik was er eigenlijk mee bezig en toen dacht ik, god, dat moeten jullie toch kunnen zien. Gewoon. Ja. Kijk, nou gewoon, kijk, dit kan er gewoon, dan kun je dit daar gewoon neerleggen. Nou, geef niet, zelfportret. Kom je de hele boel verbouwen. Nou, dat mag nou juist. Volgens mij heeft je bezoek. Nee, dat is best. Als je dit hoort, is heel leuk. Amanda zei, dit heet ook nog het Hazenwater hier. Dat is een beschermd moerasgebied eigenlijk. Dit is weer helemaal droog. Maar wat zie ik hier dus? Ik zie dus dat vocht. Ik zie prikkeldraad, want dat moet er voor mij ook echt bij. Ja. En ik zie bramen. Dus het is niet alleen de bramen die stekelig zijn, maar hier ook nog een prikkeldraad. En dan die bomen die, je zou zeggen, er doorheen waden. Ja. Cees Notenboom kreeg de prijs der letteren. Aangeboden in het paleis in Brussel. En dit is dus de koning. En die zal hem dan uitreiken. Inmiddels heeft hij hem gekregen. Nou, dan zijn we meestal met 8 fotografen, 7 jonge mannen. En die hebben allemaal dit. En ik moet dus eventjes naar voren lopen. En dat hebben ze meteen door. Dus zo'n beschermheren die je daar ook krijgt. Die zei, mevrouw Kaag, even op dit stoeltje gaan zitten. En dat moment suprême. Dan rent u erheen. Nou, en dan is dat net gebeurd. En ze kijken allebei zo gelukkig eigenlijk. En dit vind ik zelf ook een hele
mooie foto. Nou, en dat zijn allemaal beelden die ik gemaakt heb, hè? Okay. Al die portretten, dus... Dat vind ik ook wel heel erg leuk om te doen. Dus op de televisie zag ik een uitzending dat hij overleden was. En ze gingen met de camera er helemaal omheen. En ik zei, waar is mijn was? Waar is mijn was? En toen heb ik hem zo uit mijn hand gemaakt. Ja. Nou ja, deze ben ik ook heel erg opgesteld, hè. En ik denk, nou, dit zie je zelden gewoon. Wat je hier ook nog ziet is de weerschijn van de bomen die, daar, die je niet normaal fotografeert, maar alleen op de weerspiegeling ziet. Dus dat maakt het heel levendig gewoon. Waar ik dus ook van hou, zoals ik al zei, dat daarachter iets geheimzinnigs is. Nou, je kunt niet zien wat daar is, maar in ieder geval gaat die weg wel verder. En die zon, daar was het mee, die zat me eigenlijk een beetje in de weg. Hè, want dat het te veel was eigenlijk. En toen ben ik net zo heel voorzichtig gaan lopen tot die zon iets meer achter die nogal smalle boom terecht kwam. Ik had de microfoon bij me, maar ja. Dat, want als u dan een foto maakt en ik sta alleen maar zo te oreren. Nee, maar dan moet je daarop drukken. Nou, daar gaan we. Daar gaan wij. Alsof we naar een trouwerij gaan. Ja. Het is echt schitterend. Hè? Ah, maar we gaan nu naar het hoofdgebouw. Naar het hoofdgebouw, naar de ingang inderdaad van het Rosa Spierhuis. Daarbovenuit zie je dus eigenlijk de theaterzaal. Dat is een prachtig ontwerp. Heel erg prachtig. Kunnen we ook naar binnen spieken? En dat moeten we even vragen of ze even de deur openmaken. Ja. En dat kan in ieder geval ook. Passen we net hoor. Ja. En ik zie hier ook een expositie. Ja, dus er zijn altijd exposities. Dus hier, kijk, daar heb je dus ook weer de naam. Jos Willems. Ja, Jos Willems. Ik heb zelf ook één werk gekocht inderdaad. Rosa Spier was een mevrouw die zelf bedacht had dat het schitterend was om, er bestond al een samenlevingsverband met kunstenaars. Nee, een samenwerkend verband, maar niet ook dat mensen daar woonden. En toen bedacht ze dat ze dat eigenlijk wilde. En toen is ze gaan kijken waar de grond zo was dat je niet hoefde te heien. En dit is ijzerzand wat hier is. Dus je kunt zo op dat ijzerzand kun je gieten. En zij was zelfs schilderes? Zij was schilderes, ja. En toen was er een vriendin van haar, dat museum heet, heb je in Zutphen. Ook een Joodse vrouw en die had heel veel geld, want zij had geen geld. Maar haar ideeën waren het. Ah. Hè? En die heeft toen dat geld daarvoor beschikbaar gesteld. Het gebouw is dus zo gemaakt dat je overal naar buiten kunt kijken. Hè? Dus het Rosa Spierhuis, dat is een bejaarde of verzorgingstehuis, hoe noem je dat tegenwoordig, voor kunstenaars? Nee, maar het is niet voor bejaarden. Het is dus, er waren jonge mensen die kwamen gewoon op hun 60ste. Ah, okay. Het is wonen en werken. Ja, ja. Hè? Ja. Wonen en werken is het. In de loop der jaren zijn ze ouder geworden. Ja. Maar nu zijn hier nog een paar mensen die in die tijd hier gekomen zijn. En die zeggen, ja, dan gingen we 2 maanden naar Rome. En dan kwamen we weer terug. Ik bedoel, hè, dat kon allemaal. Maar nu is het zo, nu heet het AWBZ. En dat is een vreselijke ding. Dus je mogen alleen maar mensen opnemen die grote zorg nodig hebben. Ja, dus ik val er helemaal niet. Ik mocht er anders niet meer in. Nee. En dan lopen we deze gang in. Trouwens, hier kun je ook meteen. Kijk, je kunt dus overal naar buiten kijken, wat ik al zei. Dus hier. Kijk hier. Kijk je zo daarin. Je kunt zien hier hangt, dat zijn ook allemaal. Het zijn allemaal van mensen die hier dan van hunzelf of hun eigen collectie? Pardon. Nou, dat kan allebei zijn. Dit is van de zoon van mijn buurvrouw. Dan heb je de muzici, die hebben ook een ruimte. En die is helemaal dus omgeven met wanden die geluid tegenhouden. Wauw, zo. Snap je, dat is er ook allemaal. Hè? Hoeveel mensen wonen hier nu? Nu zijn er 72. 72? Ja. 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 Kijk, daar zijn weer huizen met tuintjes. En dan is hier weer zo'n rustplekje. Ja, nou, en nu? Want ik geloof dat het nu
48 jaar bestaat. Dus 48 jaar zijn al die bomen. Valgewaar, hè? Ze hebben geen geld om dit dan weer recht te leggen allemaal daar. En er is geen geld om daar weer zo'nzelfde boom neer te zetten. Hè? Ja. Dat is natuurlijk kostbaar. Dus ook als je naar de Tafelberg gaat, bomen die nog kunnen staan, die worden ondersteund, krijgen nog een ijzerdraadje eromheen. Nou ja, als ze echt omvallen, vallen ze om. Ja, net zoals wij. Dankjewel voor dit gesprek. Ja. En voor onze samenwerking. Ja, ja. Heel goed, heel goed. Nou. Mooi, nou, volgens mij hebben we was een mooie afsluiting, vond ik dat. Ja, ja, prachtig, prachtig.